Minister Diana Pocky van Grondbeleid en Bosbeheer werkt aan de hervorming van gronduitgifte. De band tussen het ministerie, het MI Glis Instituut en de Vereniging van Landmeetkundigen is versterkt. Dit zei de bewindsvrouw gisteren tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée. Pocky zegt dat haar beleid zich vooral richt op de toegankelijkheid van het MI Glis. Om het grondbeleid richtig te laten verlopen, is de band met het MI Glis en alle en andere relevante beroepsgroepen, waaronder de Vereniging van Landmeetkundigen, verstevigd. We hebben bijvoorbeeld goede werkafspraken gemaakt met betrekking tot toegang tot de registers. Als resultaat van deze samenwerking zijn er reeds diverse trainingen verzorgd aan de directie, grondinspecteurs en de juristen van het ministerie. De planning voor nu tot eind juli is om 5000 beschikkingen uit te reiken in diverse gebieden. Als minister probeer ik tezamen met directie, staf en personeel deze target te halen. Pocky zegt verder dat er ook beleid is uitgestippeld om dubbele gronduitgifte te voorkomen. Er zijn ook groepen als studenten, mensen met beperkingen en religieuze organisaties die een stuk land nodig hebben in kaart gebracht. Met de versterking van de band tussen het ministerie, het MI Glis en de landmeetkundigen zijn deze mensen volgens Pocky nu sneller geholpen aan een stuk grond.